een hele goede morgen, mensen. De deur gaat even dicht. Want Jenny is vandaag bij mij en die is wraps aan het bakken met kip. Dus die afzuiger staat nogal hard. Anders kan ik niet rustig tegen jullie praten, zodat jullie mij gewoon goed kunnen verstaan. Wat ik wilde zeggen, ik start mijn vlog vandaag. Want wij gaan morgen op vakantie. We gaan daar vannacht, tenminste vannacht om 4 uur ongeveer, rijden richting Schiphol. En om 7 uur morgenochtend vliegen wij al richting Zakynthos, waar ik super veel zin in heb. Echt al heel lang kijk ik hier naar uit, dat we gewoon even lekker als gezin weg kunnen. De drukte ontsnappen, want de afgelopen tijd is natuurlijk, zoals jullie wel weten, heel erg druk geweest. Eerst gaan we even wat eten, dan gaan we aan de slag en dan gaan we knallen en dan gaan we dus morgen op vakantie. Dus dat is het plan. En dan zien jullie de rest van deze vlog ook Zakynthos en de komende dagen dat we daar zijn. Dus ja, heel erg excited voor deze trip. Ik ga even wat mailtjes beantwoorden ook intussen en dan eten. Is weer goed voor me gezorgd hoor. Lekkere wraps met kip. En dan heeft ze er nog een bonen, komkommer, mais salade bij gemaakt. Lekker even een lunchje. Er is niks fijner dan het moment wanneer je 80% van je to-do-list heb kunnen afstrepen. Ik ben bijna klaar. Het enige wat ik nog moet doen is dat ik nu even naar Almere toe rijd. Om daar even naar de Zara te gaan en wat van die badslippertjes te halen voor Nela. Daarna moet ik weer terug naar Lelystad. Dan ga ik snel naar kantoor. Dan ga ik daar de laatste dingetjes afronden. En dan zit deze dag er alweer op. Dan is het enige wat ik echt nog, wat belangrijk is wat ik nog moet doen, de kat wegbrengen. Want die ga ik rond een uurtje of 7 wegbrengen naar het kattenhotel waar ze naartoe gaan. Dus dat moet ook nog gedaan worden. Maar voor de rest heb ik alles af kunnen strepen. Dus dat is fijn. En dit is trouwens mijn outfit of the day. Ik draag een Adidas trui. Die lag bovenop de stapel. Dus die heb ik gewoon aangetrokken met deze jas van River Island. Daaronder draag ik mijn Dr. Denim jeans. Die eigenlijk niet zo heel mooi hierbij staat. Maar ik heb hem toch wel aan. Dus laat maar zitten. Tas van de Mango. En daaronder heb ik mijn Alexander Wang keer Adidas sneakers aan. En die heb ik echt 2 jaar geleden bij de Adidas. Nee, bij de Bijkorf gekocht. En dat is zo'n limited edition collectie en ze zitten echt super lekker. Dus dat is wat ik aan heb getrokken. Ik ben net aangekomen in Almere. En ik denk dat ik mijn camera even hier laat. Want ik ga eigenlijk alleen even naar de Zara. En daarna ga ik een stukje verder rijden richting de Primark. Misschien dat ik daar dan ook nog even naar binnen ga. Om te kijken voor Nela. Want vaak hebben ze daar wel van die strandslippertjes die je zeg maar ook onder water kan aandoen. Dus eerst Zara. Daarna Primark. Nou jongens, dit is de status op dit moment. Ik ben hier echt al een paar uur mee bezig. Met het inpakken van de koffer met de spullen van Nela en aan de andere kant de spullen van mij. En ik denk dat ik zo alles heb. Dus ik ga de laatste dingetjes even bij elkaar rapen. Deze koffer dicht doen. En dan zien jullie mij morgen weer als wij gaan vertrekken naar Zakynthos. Want ik ga zo meteen natuurlijk niet meer verder vloggen. Ik ga lekker slapen. Dus tot straks bij Schiphol. Een hele goede morgen mensen vanuit Zakynthos. Wij zijn hier vanochtend aangekomen. En ik had eigenlijk helemaal niet gevlogd op Schiphol. Omdat we gewoon aan het haasten waren. En Nela die was moe. Dus we moesten Nela tillen. Ladidadida. Maar we zijn hier aangekomen. Veilig en wel. Wat is er? Huh? Zomaar. En we zitten in het Azure Resort. En dit is voor ons geregeld door Corendon. Echt super fijn dat we zo'n mooi resort hebben. All inclusive. Dus we kunnen gewoon iedere dag lekker hier bij het hotel gaan eten. In plaats van dat we per se weg hoeven. Dus dat is voor ons wel ja, ook wel heel chill. Ook omdat we natuurlijk Nela hebben. En zij ook momenten heeft dat ze moet slapen. Dus hier gaan wij de komende week vertoeven. Ik ga jullie later even het hotel laten zien. Want we gaan nu eerst even naar beneden om wat te eten. Want we hebben dus all inclusive. En we gaan gelijk even ja, een lunch scoren. Dus dat gaan we nu doen. En daarna gaan we door naar het strandje denk ik. Even wandelen, kijken wat er allemaal in de buurt te doen is. Want we zijn dus echt pas net aangekomen. Dus dat is het plan. Helemaal fris en fruitig hebben we net gedoucht. Nela is gedoucht. Dwayne is gedoucht. En ik heb ook lekker gedoucht. En dit is wat ik nu aan heb. Een jurk van de River Island. Zo'n maxi jurk. Met eronder slippertjes van de Zara. En dit is trouwens hoe onze kamer eruit ziet. Dat had ik nog niet laten zien. Is nu wel inmiddels een bende. Want je weet, kind,
Alles ligt overal. En we hebben onze spullen ook al een klein beetje uitgepakt. Maar hier heb je het bed van ons. Bed van Nela. Daarachter uitzicht op het zwembad. Het is nu een beetje donker. Even denken. Hier hebben we al spullen uitgepakt. En dan heb je hier een klein bureautje. Kledingkast. Dwayne en Nela. En hier heb je een super mooie marmeren badkamer. Echt van die mooie zwarte marmer tegels. Met een heerlijke grote douche. Die jullie nu niet zo goed kunnen zien. Maar het is echt een hele ruime chille badkamer. Dus dat is hoe het er hier uitziet. Wij zijn inmiddels aangekomen bij ons eerste strandje die we gaan bezoeken. Of eigenlijk is het meer een baai. En ik denk dat heel veel jullie hem wel kennen. Het is Navajo Beach waar we straks naartoe gaan. Maar dit is zeg maar de baai met die shipwreck waar je dan uit, of zeg maar op uitkijkt. Dus wij zijn heel benieuwd. Nela lekker ingesmeerd. Zomeroutfitje aan. Huh? En gaan met die banaan. Op. Ze is net wakker. Ze heeft geslapen in de auto. Moeten we hier of moeten we echt door? Ja, ik denk dus hier. Maar je hebt twee kanten, dus laten we eerst hier kijken. Volgens mij heb je hier beneden dus die bij wat je overal voorbij ziet komen als je zeg maar Zakynthos intypt. Dus we gaan eens even kijken of het wat is, hè. Je blote teentjes. Kijk in de teentjes. Hi schatje. Vind je het leuk? Alles is leuk hier, hè. Lekker zonnetje. Nou, we zijn er bij het shipwreck gedeelte. Alleen het enige nadeel is dat je daar dus alleen met de boot kan komen. En heel veel mensen die lopen echt daar naartoe, naar de andere kant van de rots. Maar dan moet je echt door een, weet ik veel wat het allemaal is, rotsachtig gedeelte. En we hebben Nela natuurlijk, dus dat gaat er niet worden. Dus we gaan even verder naar een ander strand, denk ik. Waar we wel kunnen liggen. Ja! Waar we wel kunnen liggen, want nu kunnen we niet. Ja, het is wel echt heel warm. Jammer, maar goed, we hebben het in ieder geval gezien en het is echt heel erg mooi het uitzicht. Eindelijk op een strand beland. Ik zit hier echt in de volle zon bij de Xavia Caves. Dat is dus een best wel rustig strandje. Tenminste, nu is het rustig. Ik weet niet hoe dat is met het hoogseizoen. Maar het water is niet normaal mooi helder blauw. See yourself, honey. Is echt prachtig. En dan heb je daarachter dus grotten. Ik weet niet of we daar naartoe gaan, maar daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat eruit ziet. En hier kan je gewoon lekker zwemmen met kiezelsteentjes. En het is echt heel rustig. Een schat? Long nights and cold beds, breaking down, hurting heads, lost touch of the energy, losing all the chemistry. Nela wil niet het water in, want het is echt veel te koud. En ik snap wel waarom, want het is gewoon pijn aan je voeten als je in, die, in het water loopt. Maar net zag ik wel iemand zwemmen, maar dan ben je echt niet goed. Dan zeg je niet goed. Dan ben je echt niet goed. Hè? Ben je weer een beetje moe? Oeh, koud. Maar het is wel echt heel mooi water. Dus als jullie ooit naar Zakynthos gaan, moet je dit wel even bezoeken. Een ander tijdstip. Ja, een ander tijdstip inderdaad. Gewoon hoogseizoen. Dat het wat warmer is. Hartje zomer, dan is het perfect. Ja, nu is het net even een tikkeltje te koud voor de zee. Het zwembad is wel lekker, denk ik. Maar dit is voor ons niet te doen. En hoe rustig het net was, hoe druk het nu is. Echt ineens gewoon een hele reutemeteut aan mensen hier. Nou ja, goed hè. We zitten hier nog wel even lekker. Je banaantje. En we zijn inmiddels beland bij een waterpark vlakbij ons hotel. Het heet Cilipi of Cilipi. Dat heb je hierbij in, zeg maar in het scherm.
En dat is echt wel een heel groot waterpark. En dat zit dan dus op 600 meter afstand van Azur Hotel. En het ziet er best wel groot en gezellig uit voor kinderen. Je hebt bijvoorbeeld daar glijbanen voor wat meer peuters. En daarachter heb je hele grote glijbanen die echt wel wat hoger zijn voor de wat oudere kinderen. Maar dan heb je hieromheen ook nog zo'n baan waar je met zo'n band in kan. Superleuk. En Nela is net al lekker met papa het water in geweest. Nu eet ze patatje. Hoe schattig. Ze zit echt te genieten, maar ze is wel moe. Dus ik denk dat ze straks wel gaat slapen. En wij hebben net ook alvast even wat te eten gehaald. Broodje, pizzatje. Gezellig, hè, schat? Relaxed. Zeker. Het is morgen weer zo mooi weer. Het kan morgen weer natuurlijk. Ik hoop het, want tot nu toe staan de voorspellingen een beetje minder. Ja, ook leuk voor Nela. Leuk voor papa. Ja, ze geniet echt. Heel leuk om te zien. We zijn weer terug in de kamer. Kijk, mevrouw is helemaal KO van het zwemmen en het spelen. Die slaapt al 2 uur door in haar kinderwagen. Poppetje. We gaan zo eten, dus we moeten haar eigenlijk zo wakker maken. Schatje. Nou, we hebben onszelf net even opgefrist, gedoucht, omgekleed. Heel simpel jurkje van Boohoo heb ik aan. Riem is van mijn eigen webshop Mila Moon. En de slippers die ik aan heb zijn van de Zara. En Dwayne is ook helemaal ready. Papa ruiken, papa voetje ruiken, papa voetje ruiken. Oh, stink! Stink! Hoe kan dat? Papa ruiken, nog een keer ruiken, nog een keer ruiken. Oh! Oh! Waar is je mama de poeder? Ruiken, allebei ruiken, allebei ruiken, niet allebei ruiken. Oh! Oh! Bah! Nog een keer. Oh. Stink. Ba. Mama stinken ook, ja. Wij zijn inmiddels weer terug bij het hotel. En we gaan morgen heel vroeg iets heel leuks doen. Maar dat zien jullie allemaal in de volgende video. Dus bij deze ga ik deze afsluiten. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Thumbs up als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En we zien jullie dus in de volgende vlog, ons avontuur van morgen. Waar we heel veel zin in hebben, maar wel echt heel vroeg voor moeten opstaan. Dus thanks voor het kijken en tot